Voor mijn missie van deze week moet ik me melden op het Mediapark in Hilversum. Het is een bekend terrein, hier ben ik vaak genoeg. Waarom moet ik me dan juist hier melden? Die toren. Kom op, Klaas. Een beetje sportief de dag beginnen. We nemen de trap. 25, 26, 44, 5, 6, 7, 8, 48. Dit is gewoon een lift. Beste Klaas, dit is je missie. We willen dat je een antwoord vindt op de volgende vraag. Kun je een blikseminslag overleven? Veel succes. Had beter veel sterkte kunnen staan. Ik kan hier naar buiten volgens mij. Zo mooi hier, maar zo hoog moet je volgens mij niet zijn om een blikseminslag te overleven. Ja, we onderbreken deze uitzending even voor een weerbericht. De nacht hebben we al eventjes gehad. Dit is het weerbericht voor morgen. Ja, het is een hele onstabiele dag met heel veel buien. Eigenlijk kan het in het hele land gaan onweren. Vooral in de middag en avond. Ja, hartstikke leuk Gerrit, maar ik wil onweer overleven. Of liever gezegd een blikseminslag. Nou Klaas, over het onweer, daar kan ik jou wel wat meer over vertellen. Zeg je dat nou tegen mij? Ja, zeker. Ik heb het tegen jou. We staan hier in de NOS-studio, dus ik zou zeggen... Kom maar eventjes deze kant op. We moeten niet gekker worden, dit. Dat is gewoon eng. Gerrit Hiemstra is al 18 jaar vaste weerman bij de NOS. Hij is meteoroloog en weet dus ontzettend veel over bliksem. Hey, wat leuk dat ik even mag komen kijken, man. Ja, welkom. Dat is wel gaaf om even te zien zo, hoor. Hey, gelijk maar even de hamvraag. Wat is onweer? Ja, onweer dat is een verzamelterm voor zware buien, waarbij het vaak ook hard regent en hagelt. En waar natuurlijk bliksem bij voorkomt. Ja. Ja, maar wat is bliksem dan precies? Bliksem is eigenlijk niks anders dan een soort kortsluiting tussen de onderkant van de wolk en de aarde. Er springt als het ware een hele sterke vonk over. En dat noemen we bliksem. Beetje een gekke vraag misschien, maar hoe kan ik het makkelijkst geraakt worden door bliksem? Ja. Als ik het vraag alleen al, denk ik. Het is, gast, ja. Het is eigenlijk het beste om het niet te laten gebeuren. Nee. Maar de beste manier om geraakt te worden door de bliksem... is als er een onweersbui is, om dan op een heuveltje te gaan staan... waarbij verder niks staat, dan ben jij het hoogste punt... dan is de kans het grootst dat het bij jou inslaat. Maar kan ik het overleven? Het kan wel, maar heel veel mensen die gaan er echt aan dood. Ah, de kans dat je geraakt wordt door de bliksem is gemiddeld 1 op 2 miljoen. Superklein. In sommige tropische gebieden met onweer is de kans natuurlijk groter. In Nederland worden gemiddeld 10 mensen per jaar getroffen door blikseminslag... waarvan er 5 het niet overleven. Dus jouw advies is? Ik zou het absoluut niet doen. Ja, daarom noemen ze het ook een onmogelijke missie. Eerste stap, op naar een goede vriend. Kan ik hier gewoon lopen? Ja, dit is veilig. Ja? Dit is, niks staat aan, dus dat heb ik goed. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel heeft voor mij een bijzonder... maar ook griezelig apparaat klaarstaan. Hij wil me laten voelen wat er gebeurt als ik onder stroom sta... zoals bij een blikseminslag. Daarvoor laat hij me zitten op de Van der Graaf-generator. Het is dat jij erbij bent, Diederik. Anders was ik echt gillend dit pand gegaan. Dat is dus echt het laatste wat je moet doen. Sowieso niet heel mannelijk om op tv gillend weg te rennen. Maar zeker nu niet, want dan ontlaat je dus in één keer. Nee, ik blijf zitten waar ik zit. Oké. En verroer me niet. Ach man, waarom vertrouw ik deze man? Hij gaat me gewoon elektrocuteren. Klaas, ik snap dat het antwoord eigenlijk nee is, maar ben je er klaar voor? Ja. Oké, heel goed. Dan zet ik hem aan. Oh, je voelt het... Oh, knetters! Ja, dit zijn dus allemaal elektrische deeltjes die van de Van der Graaf-generator via het bijzettafeltje en jou naar je haren... Zijn mijn haren overeind nou? En je haren staan nu overeind omdat ze zo ver mogelijk van elkaar vandaan willen zijn. Oh, oké, hou vast. Ja, nee, ik ga je, nu, ontladen. Dat kan je een klein beetje als een gek tikje voelen. Maar dat is het. Dit was hem? Dat was hem. Ja. I'm okay. De missie is om een blikseminslag te overleven. Poeh, ja. Ja, als je nu gewoon zo... Nou, wat misschien kan werken is dat je eens gaat kijken naar een kooi van Faraday. Wel eens van gehoord. Kooi van Faraday, dat is misschien je best bet om te kijken hoe je dit kan overleven.
Useful information. Dankjewel. Succes, man. Speel nog even verder hier. En vergeet je testament niet even op te maken. Oh. Dat is belangrijk. Krijg ik je stereo?